Vandaag is de Nabidjan Sardhaweg officieel vernoemd en het naambord onthuld. Tot vanmorgen kende het volk de weg nog als te zijn de uit de koloniaal verleden stammende Sint-Theodorusweg. Parlementariër Rashid Doekhi, die ook kleinkind is van Nabidjan Sardha, Weilen, sprak voorafgaand aan de onthulling als volgt. U weet dat het beleid van deze regering is, ja, dit land is van ons, ja, is ons land. En wij moeten eren zij die ons zijn voorgegaan en toch positieve zaken hebben achtergelaten in dit land. En vandaag is het zo dat de Sint-Theodorusweg wordt vernoemd naar Nabidjan Sardhaweg. Dat is een verzoek geweest van de familie. En die brief is geschreven niet door de parlementariër Rashid Doekhi, maar de persoon Rashid Doekhi heeft die brief geschreven namens de familie en getekend. En ik kan u zeggen dat het een tijdje heeft geduurd van commissie links en commissie rechts na een gedegen onderzoek. Ja, ook van de zijde van de DC, et cetera. Zijn wij tot de conclusie gekomen dat toch bepaalde zaken, ja, in dit district, nou niet alleen in het district, maar landelijk moeten gebeuren waar onze voorouders geëerd moeten worden. De heer Nabidjan is een van de eerste die hier heeft gewoond. De familie is er nog steeds in grote getalen. Hij heeft geploegd vandaag in dit district, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft wat grote zonen voorgebracht. Vele van ze leven nog en ploeteren nog steeds voor welvaart en welzijn en ontwikkelingen van dit district. Zo hebben wij ook in het verleden wegen gehad. Bakoverdam vernoemd recentelijk nog naar meneer Awad Suchit. We hebben Beatrixweg gehad, we hebben Schulenweg gehad, we hebben die andere daar, Parabiersing, we hebben de Balatastraat, Adamsonstraat en zo kunnen we doorgaan. Meneer Abdul Ghani Madar en zo kunnen doorgaan. Ook in Paramaribo, Derbystraat, Aaronstraat, noem maar op, Pengelstraat. Al deze straten hebben namen gehad van mensen die wat hebben betekend. Deze man, Nabidjan Sardha, mijn opa, heeft wat betekend, ja. Hij heeft zonen achtergelaten en kleinkinderen, waarvan een zelf presidentskandidaat is geweest. Districtscommissaris van het district, assembleelid. Dus dat zegt wat, dat hij toch producten achter heeft gelaten, als ik zo mag zeggen, die wat hebben betekend voor deze gemeenschap. En mede op grond daarvan, et cetera, andere nobele zaken van de man, die bekend is in de gemeenschap, hebben wij gemeend het verzoek te doen. En ik ben blij dat de regering het heeft gehonoreerd. Ik wil een ieder dank zeggen die hebben meegewerkt. Weer een historische dag, vooral voor de familie Sardha, de omgeving, zo niet voor heel Nikeri. Ik wil nogmaals, zoals zij, dank zeggen en hopen dat wij dan verder ook anderen die in aanmerking komen kunnen, hoe zal ik zeggen, herdenken, postuum, zulke zaken. Mijn nana zou, als hij in leven zou zijn, denk ik 105 tot 106 jaar oud zijn geweest. Mijn mensen, nogmaals, dank je. En we zullen doorploeteren, we zullen precies zo doorgaan in het district. Ondanks, ja, er andersdenkenden zijn die met andere gedachten rondlopen. Maar je moet rein, schoon, ja, en oprecht zijn om dan zo'n mijnpaal, desnoods postuum, in je leven te bereiken. Nadat ook DC Julum Singh de beschikking voor vernoeming van de straat had voorgelezen en de familie had gefeliciteerd, was het dan een feit dat de Theodorusweg vanaf vandaag de Sardhaweg heette.